Gaarne voldoe ik aan uw verzoek als burgemeester deze gemeente de Nederlandse driekleur op te trekken ten teken dat het natuurbad vandaag geopend wordt. Gaarne had ik vandaag voor 1 uur aan uw bad aanwezig geweest, maar door deze oorlogstoestand zie ik geen kans om naar u toe te komen. Een brief van een badmeester van Natuurbad Beeldse Duinen, geschreven op 10 mei 1940, de dag dat de oorlog uitbreekt. Ook kan ik per telefoon geen verbinding met u krijgen. Wilt u zo vriendelijk zijn mij even te berichten wat ik moet doen en hoe de toestand aan het bad is? Een historisch document dat jaren op zolder ligt bij vader en zoon Bezemer. Onlangs vinden de amateurhistorici de brief terug en besluiten een boek te schrijven over het beroemde buitenbad in Bilthoven. Daar waren die kleedruimtes volgens mij. Ja, dat klopt ook volgens mij. En dan moet ik gevonden hebben die... Het schrijven van het boek kost veel tijd en uitzoekwerk. Zonder oude plattegrond is er eigenlijk geen beginnen aan. In 1980 sluit het zwembad vanwege tegenvallende bezoekersaantallen. En niet veel later wordt er een golfbaan aangelegd. Marcel speelt na de sluiting vaak op het afgesloten terrein en vindt er tientallen documenten. Een soortgelijk gebouw heb ik zeg maar die brieven gevonden, die documentatie. En het is niet dit gebouw, maar ietsjes verderop. En ja, ook over de grond verspreid lag dat daarvoor, allemaal voor, letterlijk voor het oprapen. Aanzichtkaarten, brieven en foto's, alles neemt hij mee naar huis. Ook oude beelden van de opening van het zwembad uit 1933 helpen bij het schrijven van het boek. En hiermee verklaar ik het natuurbad van Bilthoven als geopend. Waar mensen vroeger zwommen, wordt nu afgeslagen. De plek waar deze hol ligt was vroeger de beroemdste plek van het bosbad. In de volksmond werd het wel de Venusheuvel genoemd. De Venusheuvel, ja, vanwege het vrouwelijk schoon daar. Dat lag daar heerlijk te zonnen, ja. En ook toen had men natuurlijk oog voor het vrouwelijk schoon. Dat is van alle tijden. Er zijn meer plekken die herinneren aan de gloriedagen van het buitenbad. Het restaurant is er nog altijd en ook de watertoren die op veel foto's terug is te zien, staat er nog. Toch mist er iets belangrijks in het boek van Marcel en Karel Bezemer. Vandaar een oproep. Wij willen dolgraag in dat boek opnemen herinneringen van mensen die hier in die jaren hebben gezwommen, gerecreëerd en wat iets meer zei. En misschien is RTV Utrecht wel bereid om mogelijke reacties in ontvangst te nemen. Dat zou heel fijn zijn.